in Disco Duel worden platen in playback gepresenteerd door de artiesten zelf. En juist in playback, omdat het gaat om het product dat u kijker in de winkel kunt kopen. De eerste plaat wordt Eneas Nu. Tekst en muziek Boudewijn de Groot. Ik wil er even dit bij zeggen. De single is bijgesloten in de nieuwe LP van Boudewijn de Groot, Heksensabbat. Maar binnenkort komt deze single in de losse verkoop, zou ik het willen noemen. We gaan nu luisteren naar Eneas Nu. Er was geen eind en geen begin toen Eneas werd geboren. En nu ik aan het zoeken ben, slaan de klokken in de toren. Het verhaal voor wie het wil horen van een eindeloze reis. Het was nooit zoals ik dacht en het zal er nooit op lijken. Het is vreemd om neer te strijken na een eindeloze Jawel, dit was Eneas Nu, uitgebracht op Decca. Boudewijn de Groot zal zelfs een plaat verdedigen, samen met Lennart Neij. Ik vind niet dat ik mijn meester heb gevonden in Boudewijn. Ik geloof dat u de samenwerking zoals die tussen ons bestaat niet helemaal goed begrijpt, maar dat is niet kwalijk te nemen, want daar laten we ons ook niet zo verder over uit. Dat Boudewijn deze tekst heeft gemaakt en niet ik. Dat is een min of meer toevallige gebeurtenis. Is dat zo? Want alle teksten die Boudewijn tegenwoordig zingt, die zijn van hemzelf, dacht ik. Zeker op de laatste LP. Het object, de laatste LP van Boudewijn, heeft hij helemaal zelf gemaakt, ja. Maar u zit op de achtergrond met adviezen, of is dat... Ik kijk wel willend toe. Laten we het eerst hebben over de kracht, wat u er net zei. Ik vind het... In de eerste plaats een kracht dat de tekst van mezelf is. Omdat ik het belangrijker vind als artiest om je teksten zelf te schrijven dan wanneer iemand anders dat voor je doet. In de tweede plaats gaat het hier om de beschrijving van een gemoedstoestand waar ik de laatste maanden veel in verkeer. En dat is een onzekerheid. Ik wil niet zeggen dat het een eindeloze reis is. Ik hoop het niet.